Door naar de A4 bij Bergen-op-Zoom. Grote brandhaar vanmorgen bij een vrachtwagen met frituurvet. En dat geeft een hoop troep op de weg. Verslaggever Jos Verkuijlen is daar. De boel moet worden opgeruimd, hè? Ja, en dat is een heel klusje. Nou, daar zijn ze al mee begonnen. Hè? Want de brand is geblust van de trailer waar dat frituurvet in zat. Er is echt helemaal niks meer over. Als je goed kijkt, zie je nog wel plastic flessen langs de weg liggen. Ze zijn hem dus nu aan het optakelen om de troep eronder uit te halen. Maar ja, als je dan op de weg kijkt, dan zie je overal wel dat vieze frituurvet. Je ziet het buswater liggen. Dat is dan vermengd met dat frituurvet. Ja, en dat moet allemaal opgeruimd gaan worden. Hè. Dan hadden ze wel bedacht, hebben ze van die Zoap cleaners, hè, die dan het asfalt schoon kunnen maken. Maar las ik al dat die het werkje dan weer niet zouden kunnen klaren. En zijn ze op zoek naar een andere oplossing om al dat frituurvet van de weg te krijgen. Want ja, de A4 hier richting Rotterdam, die kan natuurlijk pas open als dat vet weg is. Hè. Je zou niet willen hebben dat je hier overheen rijdt en met je auto wegglijdt over het vet. Dus ze gaan hier nog wel uren bezig zijn om dat wegdek schoon te maken. Pas dan kan de A4 richting Rotterdam weer open. Richting Antwerpen zou die op een gegeven moment al wat eerder open gaan. Ja, dus nog even afwachten wanneer dat gebeurt. Maar ja, als je naar Rotterdam moet, zou ik voorlopig nog even omrijden. Dat gaat echt nog tot na de middag duren. En dat omrijden kan via Roosendaal. Jos Verkuijlen, dankjewel. En we houden je op de hoogte via onze site en onze app natuurlijk.